Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goedzooi. Dankjewel aan Colonel Jetski, een van de bands die je ook vindt op Breda Jazz 2019. Vond je het een beetje kort? Ja, dat snap ik, maar ze zijn gewoon te gast en we laten ze gewoon strakjes lekker nog een liedje spelen. En dan kun je een beetje in de sfeer komen, want zaterdag dan zie je ze met volledige bezetting op Breda Jazz 2019. Want dit Jazz Talk waar je naar kijkt, een hele goede avond. Ik hoop dat je lekker het hele uur met ons vol gaat maken. Samen Breda Nu en Omroep Brabant. We zijn weer blij om deze samenwerking aan te gaan, zodat we iets kunnen laten zien aan je van dit superfijne festival. Het is een van de oudste gratis grote jazzfestivals die we hebben in, nou, in ieder geval Europa. En volgens mij is het, denk ik heb ze niet allemaal getest, mee van de leukste van de hele wereld.
Weergoden zijn ons weer gewoon gunstig gezind. Een beetje bewolkt, maar lekker temperatuurtje erbij. Het was alweer hartstikke druk in de stad. Kortom, wij hebben heel erg veel zin om die sfeer een beetje over te gaan brengen met Jazz Talk. En hoe dat het dan bijvoorbeeld buiten in de stad is, want wij hebben studiokampement opgeslagen in de tussentijd. Dat was vroeger het Breda's Museum. En nu zit Goedzooi daar onder andere in en die zijn zo lief om ons ook weer 4 dagen te verwelkomen. Dus dank daarvoor ook allemaal. Laten we even gaan kijken hoe dat het dan vanmiddag ging. Ging dat jaren geleden nog? Je kunt daar nog zwart-wit foto's van vinden. Een beetje een suffe parade, met alle respect zo. Liep er een paar man langs het bordes van het stadhuis. Stond daar een radioverslaggever bij. Nou, tegenwoordig wordt daar iets meer feest van gemaakt. Hè? Dat snap je wel, met confettikanonnen en zo. Laten we even gaan kijken. Daarmee gaat het festival officieel worden geopend. De opening werd gedaan door het Combo. Het was natuurlijk hartstikke mooi om het eerste item te zijn van dit prachtige festival. Ja. Wij zijn vooral hier omdat wij dit jaar een tour zijn gestart voor 75 jaar bevrijding. En het Jazzfestival wilde daar ook aandacht aan besteden. Dus daarom zijn wij eigenlijk hier gekomen met als thema een beetje in ons programma 75 jaar bevrijding. Ongelooflijk veel zin in. Ja, ik ben altijd heel even spannend voor die opening. We moeten ook een paar woorden spreken, zowel in het stadhuis als hier op het podium. Maar ja, het is goed gegaan. We hebben een hele leuke opening gehad. Al meteen de eerste mooie muzikale klanken. Zonnetje is er inmiddels bijgekomen, dus ongelooflijk veel zin in. Kan niet meer stuk. Wat hoor ik nou toch? Jullie hebben elkaar hier ontmoet op het Jazzfestival. Ja, inderdaad. 35 jaar geleden. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou ja, liefde op het eerste gezicht. Je kijkt elkaar eens aan en denk je, nou, ja, wie weet wat er van komt. Hè? Liefde op het eerste gehoor ook, denk ik. Ja, denk ik. Ja. En heeft hij u versierd met dansen? Ook dat. Ja? Ja, ja. Meteen bam. Ja, we zijn verwoed rock'n'roll dansers. Ja, en dat was hier op het Jazzfestival. Ja, inderdaad. Jubileum dan ook voor jullie? Ja, ook dat. Ja, ja. Burgemeester, ja, het lijkt wel een beetje carnaval, hè? Die vergelijking. 4 dagen geeft u de stad uit handen. In feite nu aan de muzikanten, die regeren de stad. Muzikanten regeren de stad, overal waar ze vandaan komen. Het publiek regeert de stad, overal waar ze vandaan komen. Breda heet ze van harte welkom en de stad is in goede handen van de jazz. Ja, je zag wel paraplu's, oh ja. Maar die zijn echt helemaal niet nodig, hè? Nee. De weergoden zijn, als het goed is, Breda Jazz 2019 goed gezind. En dat is maar fijn ook. Want daar had de band vanmiddag wel degelijk ook de vruchten kunnen plukken. Bij mij aan tafel 2 van de normaal 13, namelijk Chicken, ja. George en de Funky Farmers. Errol en George, een hele goede avond. Dank je. Jullie hebben lekker vanmiddag al gespeeld, ook op Breda Jazz 2019. Ja. Errol, beginnen we met jou. Tevreden mens? Was het een fijne set? Tevreden mens, ja. Ik reed thuis weg en toen was het nog een beetje bewolkt. Hoe langer, hoe dichter ik bij Breda kwam, ging de zon al een beetje doorbreken. Het was een prachtig podium. Het plein stond helemaal vol. Dus voor ons podium was enorm veel publiek. Ja. En we waren zeer enthousiast. Dus we hebben echt volop genoten. Ja, ik in ieder geval wel. Eén groot feestje. Eén groot feest, George. Wat je al zegt, hè. Nu heb ik 2 van jullie, normaal dus met 13. Ja. Je hebt letterlijk al een podium nodig om dan een beetje... Je wil ook nog een beetje kunnen dansen natuurlijk met wat jullie doen. Ja, het is wel een beetje passende meter, maar het lukt altijd. Ja, lukt altijd. Want hè, jullie spelen allerlei dance classics en alles. Noem zo eens, wat stond er op de setlist vanmiddag voor Breda Jazz? Oh, dat is goeie. bijvoorbeeld Celebration. Mm-hmm. Cool in the Game. Cool in the Game, ja. Shout, Disco Inferno. Nou. De nummers van de Jacksons, van alles nog wat. Ja. En zie je dan ook al meteen zo, ja, jullie doen dit al lang genoeg, maar dat je al weet, als we die inzetten, jongen, dan dat duurt 2 seconden en dan iedereen denkt, ja die zijn er wel bij. Je weet wel wat je moet spelen. Ja. Wat is nou zo'n ding waarvan je weet, als we die doen, geheid, de spreekwoordelijke plafond, daar gaat eraf? Ja, eigenlijk wel elk nummer. Nou, dat is toch fijn dat je zo'n setlist hebt? Even, nee, wat we die 2 die we naar elkaar doen, Shout en Disco Inferno, dan zie je wel iedereen meteen, die ken ik. Ja. Ja, dat
een hotshot. Bij bijna alle nummers hotshot. Ook leuk. Dus een herkenning. Ja, maar hotshot, hoe doe jij dan die zingen George? Wie is dan de Karen Young van dienst? We hebben twee zangeressen. Hele goede zangeressen. En die nemen dat dan lekker over en dan ga ik even een stapje terug. Je gaat even biezen of zo. Ja, even zo kijken zo. Wat achtergrondzang erbij. Handje klap. Chicken George heet het, dus dan denk ik dan, jij bent de Chicken George van dienst. Ja. Ben jij ook de baas dan? Nee, dat is hij. Oh. De baas. Oh. Dus het heet naar jou, maar ondertussen dan... Iemand moet een showtje leiden, om te proberen alles wel... Ja, ik bedoel, 13 mensen is niet niks. Om dat allemaal bij elkaar te krijgen en in het gareel en op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Ja. Dat is wel af en toe wat geregeld, maar ja, iedereen luistert goed. Ja, ja, ja. En iedereen vindt het hartstikke leuk, dus dan zorgt iedereen wel dat hij er is. Hè, want prettig gestoord, hè, dat is wat jullie er zelf ook bij zeggen, ook de boek ons. En het wordt een prettig gestoord, fijn feestje ook dan nog. Hè, dat zit hem al in zo'n naam, hè, Chicken George and the Funky Farmers. Ja. De blazers hebben ook weer een naam, hoe heette die dan? De Trojan Horns. Niet de Trojaanse paarden, dames en heren. Nee, horns. Ook nog. En is de bezetting al heel lang hetzelfde ook? Dat je al weet van... Ja, er zit wel wat wisseling in, maar het is ondertussen wel heel lang deze bezetting, denk ik. Ja. Wel, ja. Dan doe je iets goed, Erold. Dan ben je niet zo'n dictator als Kings van Lopen, denk ik. Ja, dat doet hij best goed. Ik denk het wel. We zullen maar vanuit gaan. Hey, en voor zometeen nog even de stad, hè? Want het gaat natuurlijk door tot 1 uur. We moeten toch terug sowieso om de auto te halen. En dan moeten we weer de stad op kruisen. Dus ik denk, we komen langs menig podium. Ja. En dan gaan we weer even genieten. Ja, want Breda Jazz, als ze weer bellen voor 2020... Doen wij mee. Meteen. Echt? Ja. Ja. We zijn er heel vaak geweest. Maar, en we zijn blij dat we ook dit jaar er weer bij mochten zijn. Ja. Ja. Ik ga lekker nagenieten in ieder geval van jullie middagje. Waar het gewoon lekker een feestje was. Waar jullie mee hebben starten voor deze eerste dag van Breda Jazz. Dankjewel. Dankjewel. Chicken George and the Funky Farmers. Ja, en hoe gezellig dat het dan is, hè? Ik was even aan het kijken naar het aantal podia en vorig jaar waren het er 20. Dus ik nu mijn voorbereidingen doen voor deze uitzendingen van Jazz Talk. Ik denk, hey verrek, we hebben er eentje bij. Maar eens even kijken of dat het daar dan ook een beetje gezellig is natuurlijk. Nou, dat nieuwe podium, dat vind je in de Sint-Janstraat. En degene die we daarheen stuurden om letterlijk de proef op de som te gaan nemen, de muzikale noten te testen en te kraken, is Joyce Witte. Dankjewel, gentlemen. Tot de volgende. Fijne avond nog. To bow out gracefully, and all you for the key. Bent u lekker aan het genieten van het jazz? Ja, superleuk. Ja, leuke band. Ja. Bent u voor het eerst bij het jazz of al vaak? We gaan elk jaar. Elk jaar op Hemelvaartsdag. Ja. Het is al een aantal jaar geleden dat in deze straat een podium is geweest. Hoe vindt u dat er weer eentje is hier? Ja, superleuk. Superleuk en echt een hele goede band gewoon. Dus iedereen staat te dansen. En ze doen het geweldig. Ja. Weer lekker aan het genieten van de jazz? Ja, heerlijk. Dit is mijn eerste jaar. Ik ga altijd ieder jaar weg. Gaan we naar Zeeland. Dus ik denk, kom maar. Maar ik vind het geweldig. Echt. Echt aan het genieten. Fijn. En één dag of blijf je meerdere dagen? Nee, ik ga morgen toch weer naar zee, maar de enige dag. Misschien zondag nog even, want dan moet een vriendin van mij erop treden. Heerlijke muziek ook om op te dansen, heb ik gezien. Ja, hebben we ook net gedaan, hè? Hoort u bij de band of is het gewoon... Nee, maar we kennen één lid van de band kennen we al heel erg lang. Misschien wel een jaar of 10. En dat is de leadzanger. En bent u voor het eerst hier bij het Jazz Festival of is het al vaker? Nee, we hebben speciaal vakantie genomen. Om dus elke dag bij het Jazz Festival te zijn. Die hard fans. Yes. Een mooi podium hier voor de deur bij uw kroeg. Hoe vindt u dat? Ja, het is de eerste keer dat we dit jaar doen. En zoals je ziet is het best druk. En een mooie opkomst, zeg maar. Jij zei zelf al het eerste jaar dat jullie het doen. Het is een aantal jaar hier geen podium geweest in de Sint-Janstraat. Hoe is het zo gekomen dat er nu wel weer eentje is? Ja, wij zijn toch van plan om meer evenementen hier te doen, zoals Koningsdag, carnaval en alles. Dan zijn we altijd op het podium hier. En dan wouden we het met Jazz Festival ook doen. Dan mag wel spreken van een succes zo te zien. Klopt. Ja. Nou,
je ziet het wel, hè, met dat nieuwe podium zit het gewoon ook wel snor, deze Breda Jazz. Als je er vanaf het begin af aan al bij bent bij deze Jazz Talk, dan heb je ze er net al eventjes een stukje zien spelen. De mannen die hier zo bij mij staan, en dat zijn Bart, dat zijn Phil en dat zijn Guy. Maar even voor de goede orde, Colonel Jetski, maar dit is de afgeslankte versie. Ja, Phil, waar heb je de rest gelaten? Dit is de afgeslankte versie. Dit is de 60% van de band, dit, ja. Want wie missen we dan nog even, Bart? Hè? Want normaal als jullie volle bak hebben, nog een drummer nodig natuurlijk. Frank Duinam en Pascal Lans, losse toetsenist. Dan mogen jullie zaterdag weer los, dus, hè? Want zaterdag is het spelen, Kerkplein. Yes, 2 uur. Wat voor set wordt het? Wordt het echt alleen maar blues? Of mogen nog wat andere dingen ook nog een beetje schuren, raakvlakken? Ja, raakvlakken sowieso wel. Het is behoorlijk funky, het is soulful. Het is zeker geen gewoon bluesbandje. Nee, het is veel breder dan dat wel. Nou, Kerkplein, jullie kennen het. Jullie zijn er al vaker geweest. Mensen die in ieder geval in de blueshoek zitten weten al van als ik daar ben, krijg ik mooie dingen voorgeschoteld ook al. Ja, vanmiddag ook al warm kunnen spelen natuurlijk, want toen was het weer Phil B lekker spelen. Hoe ging het? Wij spelen dus Guy en ik en Pascal, dus toetsenist, spelen ook een andere band, Phil B's Freedom. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Sterker nog, toen we begonnen te spelen, ging de zon schijnen. Dus hey. Dat is, ja, op de een of andere manier is Breda ons altijd heel goed gezind. Ja. Ook met weer, met publiek en met het podium. En komen we heel graag spelen. Ja. En dan krijg je gewoon wat je verdient. Voor morgen staat zo'n setlist helemaal vast. Want blues vind ik ook, dan moet ook gewoon een beetje kunnen gas geven. Als je denkt, oh, het publiek vraagt nog wat extra om dit, Bart. Liedjes zijn gewoon voor 90% en daarna kun je gewoon nog, als jij extra lang wil soleren op die basgitaar, dan doe je daar gewoon. Ja, ik vrees dat ze de grote kerk moeten restaureren om 1:45. Ze zijn bezig net, jongen. Ja, nou, er zullen een paar stukken uit. Voor daarnet was het kort spelen natuurlijk ook. Dit was echt kort, hè, waar jullie mee begonnen. Dus denk ik niet een dwarsdoorsnede. Zo'n twee minuutjes is niet echt Colonel Jetski. We hebben wat aangepast, maar dat was een eigen nummer van een van die mannen daar. Ja. Nou, wat krijgen we? Ja, voor jullie allebei. Oh jee, regel het maar met Buma Stemra voor de rechter, jongens. Er hoeft toch weer een paar dubbeltjes worden overgemaakt. Welke gaan jullie nu live spelen? Wat gaan we nou ook weer spelen? Plain as Day, Plain as Day, maar dan ook in een soort eigen versie. Nou, speciaal voor Jazz Talk. Voor 60%. Maar dat komt helemaal goed. Ze gaan alles geven. En vind je dit de stof? Check ze dus, hè, op zaterdagmiddag. Volle bak gewoon. Heel veel plezier, ook met goed weer. Dat is beloofd in ieder geval. Voor de mannen van Colonel Jetski, live! De nummers die wij spelen hebben vaak ter plekke nog een bewerking. Zal deze waarschijnlijk ook wel niet krijgen. I was laying much too deep. I heard you calling my name. Well, it was so strange. I heard you plain as day. Wide open, saw what I wanna see. Baby, you wanna talk to me? Take me gonna be. I heard you calling my name, babe. I heard you calling my name. Plain as day, I heard you calling my name. Yeah.
fall asleep, yeah. Maybe I was waiting much too deep. I was trying to get down, baby, but my level was so deep, cause I heard you calling my name. Baby, baby, I heard you calling my name. I heard you plain as a day. Babe, I heard you calling my name. Heard you calling my name. Heard you calling my name. Dankjewel, Guy op gitaar, Bart op bas, Phil voor zang, 60% van Colonel Chesky. En wil je hier nog meer van? Ze zijn nog eventjes te gast. We laten ze straks natuurlijk nog fijne liedjes spelen, deze Jazz Talk. En dan is het volle bak, dan is het lekker gas geven zaterdag aan het Kerkplein. Daar kun je ze dan vinden op Breda Jazz 2019. Over naar de gasten bij mij aan tafel die er al een set op hebben zitten ook. Die zich vanmiddag in het zweet hebben gewerkt. En het zijn Tim en Alex en jullie die zijn van Street Beat Empire. Hele goede avond, heren. Goedenavond. En wat jullie maken is Afrobeat 30 Swing. En een little bit of voodoo hoodoo. What's that magic? En ben jij de voodoo master, Alex? Ja, ze zeggen ze. Je hebt ook zo'n mooie hoed op en ja. Een heel prachtig pak aan. Ja, dankjewel. Ja, omschrijf eens, hè. Daarnet zagen we het ook al een beetje in een item hoe dat jullie vanmiddag in de Sint-Jansstraat stonden te spelen. Maar ja, je zit nu in een mooi blouseje. Ja. Wat heb je anders aan met je optreedpak? Ik heb aan een stoffen zijn van Indonesië, van batikstoffen, maar gegoten in een Afrikaanse vorm. En die hoed die ik op heb. Het zou eigenlijk nog een rand ermee komen, maar toen was die koker af en toen zei ik, nou laat die rand maar weg. Ja, het is goed zo. De stok, die zag ik bij een vriend bij de open haard, die stok die is van mij met die uil. Ja. En zo is alles een beetje bij elkaar gesprokkeld. Tim, wist jij van tevoren dat hij er zo uit zou zien, dat je naast zo'n voedemaster... Het is elke keer weer een verrassing hoe Alex eruit ziet voor mij. Maar op een dag kom je hier maar aanzetten en zei ik, nou, dit is wel hoe het moet, denk ik. Ja, zeker. En iedereen wil met hem op de foto, hè? Ja. Hij kon geen pauze houden vandaag, want iedereen wilde met hem op de foto. En als je nou, ik denk, hoe ziet dat er dan uit? En moet ik dat nog een keertje live gaan checken? Nou, ik denk het wel. Kijk maar even mee. Oordeel zelf. Ik had zijn handen vol, de uil kon je niet vasthouden, dat moet nog een beetje oefenen, trommelen en de uil tegelijk. Het is toch ontzettend warm ook? Ja, het is ook warm, maar je moet iets voor over hebben. Ja, goed. Vanmiddag ook meteen dansende mensen voor je neus, dus dat Tim bij je al denkt van, dit gaat goed. Ja, geweldig, daar word ik hartstikke blij van. Ja, dat zijn linie-opdansers, hè? Ja, inderdaad. Een beetje jaren 30 stijl, swing en zo, ja, heel leuk, ja, graag. Jullie stonden dus vanmiddag echt op het podium, nieuw podium, Sint-Jansstraat die toegevoegd is, maar jullie kunnen ook rondtrekken, dus... Ja, dat doen we ook wel eens hoor, zeker. Hoe gaat dat dan? Ja, dan marcheren we door de straten natuurlijk, hè. Zoals het net zoals bij de Second Line in New Orleans. Ja. En, maar op Breda doen we dat niet, spelen we wel, zondag spelen we weer. Ja. Maar dan staan we op de Grote Markt, op het podium, dus dan staan ook we stil. Dat is ook fijn hoor, dan kan ik wel een beetje lekker dansen, ja, dat is ook leuk. Want hé, jullie zijn met 5, 6 in totaal? Met z'n zessen. Met z'n zessen, want als je dan zou lopen, dan zou jij het gewoon met een megafoon kunnen doen, hè? Dus echt letterlijk achter me aankomen, jongens. Hier met is het feestje. Met een accu. Want hier zat ik er eentje met van die bommiketten van de batterij, maar die waren na 2 liedjes al leeg. Maar dan heb ik iets met een accu. Ja, dan wordt het duur opgereden. Moest je schreeuwen de rest van de middag. Ja, nee. Schiet ook niet op, ook gewoon. Ja, en een beetje voodoo, hè? Als je echt denkt, mensen dansen niet genoeg, dan kun je er gewoon nog een voodoo-spreuk doorheen gooien. Idee? Of heb je die al? Het gebeurt al stiekem, maar. Ah, goed zo. Dus je hebt goed uitgesproken, dus
En dan deze zondag, wat je al zegt, hè, dus weer grote markten spelen ook nog. Wordt dat dan hetzelfde als mensen denken, oh, ik heb ze vandaag gezien, Sint-Jansstraat. Dan sla ik ze even over of zorg je ervoor dat er wel weer wat nieuws is? Nee, het wordt altijd helemaal anders. Altijd, maar het is één grote bak improvisatie die we eroverheen overheen uitgooien. En het is elke keer laten ons meenemen met het moment. Ja. En waar dat het heen moet gaan en kan gaan. Dus het is eigenlijk heel los. Het is een soort bewegend orgaan. Het kan allemaal, het kan alle kanten uit. Ja. Maar dan moet iedereen wel zo'n goede breinweef hebben. Of kom je ook wel eens van het podium af en je dacht, nou, wij begrepen elkaar vanmiddag niet. Nou, nee, Alex en ik begrijpen elkaar eigenlijk. Ja, we begrijpen elkaar altijd. Een soort bovennatuurlijk, af en toe verbaas ik me er wel eens over. Ja. Maar moet er dan ook gerepeteerd worden of gaat dan misschien een beetje de magie eraf? Ja, voor de grote lijnen. Ja, zeker, het zet natuurlijk wel lijn uit, maar die kunnen. Oefening baart immer kunst. Ja. Immer kunst. En improvisatie dus. En improvisatie ook, zeker. Ja. Hoe laat is het zondagmiddag te spelen op de grote markt? Dat we dus kunnen gaan naar Street Beat Empire. Half twee. Maar dat is drie sets. Had ik begrepen. Nee, twee. Oh, twee sets. Ja, twee sets. Zeker, twee keer vijf. Het wordt ook warm, dus ik wens jou veel succes met die muts. Want het lijkt me echt broeien. Koel hem af en toe even af, Tim. Ja. Dan kom je afkoelen, Alex. Ja. Anders op volte flow, dat moeten we ook niet hebben. Heel veel plezier nog op Breda Jazz. Dankjewel. Ja, een mooie eerste dag gehad. Tot de volgende keer. Dankjewel. Alex en Tim dus. Ben je nieuwsgierig? Street Beat Empire. Even zeker meepakken nog. Dat kan dus nog. Maar hoe is het dan, hè? Want het is dus lekker weer. De weergoden die dachten, nou Breda, jullie krijgen wel een mooie editie. Een beetje bewolking, maar er is echt geen regen uitgevallen of helemaal niks. En wie dan toch beter dan gewoon onze eigen Mike Siebelink met zijn sociale jazzy voelsprieten de hort op sturen. En maar eens even te gaan laten peilen of dat het dit jaar ook weer een beetje gezellig is. Soepele heupjes, hè? Even hele soepele heupjes. Ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Mijn hele leven. Je moet wel blijven focussen, hè, op de muziek, hè? Ja, ik kan niet stoppen, hè? Hij zit helemaal kwijt, of niet? Nee, helemaal niet. Ik speel maar twee akkoorden, dat is eigenlijk alles wat ik doe. Oh, dus zij doen het zware werk en ik doe helemaal niks. Eigenlijk doet hij niet zoveel aan de groep. Ik sta alleen maar een beetje bij, man. U bent meer voor het plaatje, bent u de... Ik ben de baas, ik zeg wat ze moeten doen. En voor de rest doe ik helemaal niks. Wij proberen toch, en het lukt ons meestal elk jaar te komen. Maar wij vinden dat een schitterende uitstap. Ja? De dames gaan winkelen en wij komen naar de muziek luisteren. De dames vinden dat niet zo leuk? Jawel, jawel. Ja. Okay, maar je laat ze maar lekker winkelen, bent u er ook even vanaf, hè? Ja, fijn ja. Wat vind je er nou zo leuk aan het jazzfestival? Sowieso de muziek, ik hou heel erg van jazz. Dus. Je bent er ook 4 dagen lang te vinden? Nou, ik moet dit weekend werken, dus 2 dagen. Bent u er ook echt 4 dagen bij? 2 dagen. 2 dagen? Ja. Oh, de andere 2 dagen heeft iets anders? Zaterdag Blues Festival in Sievlieg, ja. Oh, maar het is hier toch veel leuker, of niet? Tuurlijk zeg je dat. Ik ben met een object bezig. Oh, wat voor project? Meneer met baarden. Heeft u er al veel gevonden op het jazzfestival? Heel veel. Ja. Luister, dit is het 49ste festival dat wij meemaken. Ja? U bent er bij elke bij geweest? Elke ben ik bij geweest. Jullie komen met de trein. Ja. En wij komen met de auto, dus ja, ik zal hier wel moeten blijven slapen, want... Na 2 biertjes ging ik al niet meer rijden, laat staan we na 12. Maar heeft u al een slaapplek gevonden? Nee, die gaan we nog naar op zoek. Okay. Maar misschien kennen we wel op de... Jan, je hebt er nog een kattenhok, ik kan het wel bij die katten leggen. Hij kan wel bij die katten bij ons leggen. Ja, maar dat kan wel. Nou, ja. Opgelost. Zo werken toch? Ja. Hebben jullie pauze? Ja, maar we gaan zo spelen. Zo spelen, wat spelen jullie? Muziek. Ja, dat snap ik. Ik zing de teksten van onze liedjes. Ja? Oh, doe eens even een stukje. I've got a big fat woman and she's loving me all night long. Mooi, mooi. En dan doe jij er een beetje bij drummen. Ik doe er een klein beetje bij drummen inderdaad. Een klein beetje. Niet te veel. Dank u wel meneer. We gaan afsluiten nou. Hè. Ja, afronden. Zeg maar, we gaan weer terug naar de studio. We gaan weer terug naar de studio, Wilfred Gené. Ja, die zit er niet. Er zit iemand anders. Maar dat maakt niet uit. Nee, niet Wilfred Gené. Nee, niet in de verste verte niet. Je moet me ook geen voetbal laten doen, want buitenspel herken ik niet. Verstand van muziek, dat vind ik van mezelf wel dat ik daar heb. En daarom zit ik met veel plezier hier zo te werken. Dit is dag 1 Jazz Talk waar je naar kijkt op Breda Nu en Omroep Brabant.
verslag doen van wat er zoal gebeurt allemaal op Breda Jazz. Gasten bij mij aan tafel en die hebben een heel mooi intiem optreden gehad. Je hebt meerdere podia. Eentje daarvan is de Willem Merkstuin. En degene die daar vanmiddag zaten waren Gitaar Magiek. En daarom bij mij aan tafel daarvan Raf en Gijs. Een hele goede middag. Goedemiddag. Hallo. Raf, met jou beginnen. Ja, goede avond. Goeie avond. Het voelt nog gewoon als middag helemaal. Want jullie hebben in de zon overgoten tuin een soort privé-oase had je vanmiddag. Ja, denk dat ik, was heel fijn. Gezellig. Ja, zeer rustig. Ja, het is ook wel fijn voor de muziek die jullie maken, hè? Ja, want, dat is perfect voor zo'n locatie. Ukulele, denk Hawaii. Ik hoop niet dat jullie boos worden, maar ik vind SpongeBob SquarePants helemaal geweldig. En die heeft ook zo'n mooi... Ja, maar dat is zo'n beetje het clichébeeld dat mensen hebben van Hawaïaanse muziek. Ja. Wat wij doen is veel ouder en authentieker ook. Dus... Hoe komen een stel Belgen dan verslingerd aan iets zo exotisch, zo echt mijlen ver van de Belgische wedstrijd? Een beetje rare kronkels waarschijnlijk. Ik weet het niet. Ik heb altijd slide gespeeld, dus slide gitaar met een buisje. Maar dan zo. Hè. Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een groep, The Ideal Husband. En dat was ook geïnspireerd op Hawaïaanse muziek. En dan ben ik dat eens gaan uitzoeken. Dan heb ik gewoon simpelweg een cd gekocht. The Rough Guide to Hawaii. Ja. En daar stond een nummer op dat ik dadelijk fantastisch vond. En dat was I Like You van Sol Hoopy. Dat is eigenlijk een beetje, hoe kan ik het omschrijven? Dat is de gitarist. Ja, Django Reinhardt op lapsteel. Okay. Wat Django inderdaad voor Sinti muziek is. Maar hij speelt het zo. Okay. Ja, ik kan dat hier moeilijk voordoen, maar dat is gitaar ligt op de school. Plat en dan... Ja, en dat was, er zat zo één noot in dat hele nummer. En dat was voor mij de perfecte slide knot. Als ik er maar aan denk, krijg ik... Wat voor voetbalfans een mooie actie was van Johan Cruijff of zo. Bijvoorbeeld. Dat deed dan met jou. Ja. Ja. Dus jij heel die cd, je dacht ik moet alles weten van moest die man. Ik moest enkel die noot horen op dat moment. En toen dacht je, pong. Ja, en dan gaan uitzoeken Sol Hoopy en de Hawaïaanse muziek, de oude Hawaïaanse muziek van de jaren 30, jaren 20, 30. En is dat er dan nog wel veel, Gijs? Is er gelukkig veel overlevering met... Het is er altijd meer en meer, dankzij YouTube. Mensen posten zo 78 toeroplaten. Echt oud? Ja, echt heel oud. En er bestaat niet uitgeschreven op papier. Nee. Dus Raf belde mij op een gegeven moment met de plannen om een boek te schrijven. Hij kon nog lezen, ik niet. Oké, dus... Een transcriptie van die muziek, daar zijn we aan begonnen, ooit. Maar al snel zijn we meer en meer beginnen spelen. Ja, je moet muziek nog spelen om te ontleden. Ja. En stemmingen zoeken, dus allemaal verschillende stemmingen voor de gitaren. Dus hoeveel... En we zijn dat meer beginnen spelen en we hebben dan een contrabassist bijgevraagd. Zeggen, dus daarom heeft Matthias er eigenlijk nog bij. Ja, die er niet bij is, maar... Ja, en dus dan... En wat hebben jullie zelf, hè? Want als we gaan kijken, zo meteen laten we dat ook even zien. Er staan, het is niet één gitaar of één ukulele is voldoende. Wat is de gemiddelde flight case? Wat zit er allemaal in eraf? Hoeveel hebben? Gemiddeld 5 gitaren de man bij. Okay. Ja, ik had er vandaag 8 bij zelfs. Ja, maar ukulele bij. Ja, mandolines hebben we ook bij. Ja, want allemaal weer een andere stem is, dat je niet alles weer om hoeft te draaien. Sowieso. Nou, is wel, je hebt ze al, hè, die plastic ukuleles in een leuk kleurtje met een bloemetje erop voor 15 euro. Dat is de goede om te beginnen? Om te leren spelen is dat goed. Hè? Natuurlijk, dat moet wel een beetje stembaar zijn en die intonatie moet kloppen en zo. Dus op zich is dat wel goed om de eerste stappen te zetten. Ja, want dat heb je heel snel. En dan met YouTube kun je al heel snel... ik heb zo'n man thuis. Ik denk, oh, dat vind ik leuk. Dus je hebt zo'n ding gekocht. Dus ik moet nu steeds Muzi Den horen en zo. En Hava Nagila, Hava. Ja, links. Ik ben links, hij is rechts. Dus voor mij moet ik hem al ondersteboven houden. Dat wordt helemaal niks. Oh. Nee, maar dus als kinderen denken van, oh, dat vind ik leuk. Ja, dat is perfect. Hè. Dat is klein. Dat zijn 4 snaren. Dus we kunnen één vinger in de koord nemen al. Dus dat is echt, dan is het wat minder hard werken dan op een akoestisch gitaar natuurlijk. Maar dan zit hier dus vanmiddag zo met iets wat het gros van de mensen amper heeft gehoord. Wat nieuw is. Mensen kennen die muziek niet meer. Dus, er zijn ook nog weinig groepen in de wereld die dat nog spelen. We waren net aan het zoeken naar de naam van een Japanse groep. Die we persoonlijk kennen. Andere kant uitwerken, ja precies. Nog steeds ver vliegen. Ja. In Amerika hebben we er wel een paar. Ja, want jullie hebben, hè, zeg maar, met om toch maar weer even een voetbaldingen. Hè, we hadden net over Wilgret Genee, die is toch de voetbalmetaforen die erin komen. Jullie hebben ook, zeg maar, een soort samenwerking gedaan met de Messi van de Hawaïaanse muziek. Hè? De Del Rey heet die dame. Ja, daar hebben we. Ja.
daar hebben ze mee opgetreden in Dendermonde. Ja, op een jazzfestival ook. Dus dan vliegt ze een Amerikaanse tuur. Dendermonde. Hallo, ja. Dendermonde. Het is niet Lana Del Rey, yes. Nee. Lana Del Rey. Oh, dat is een mooie vrouw. Komt er iets heel anders tevoorschijn. Maar hè, een dame die het ook al heel lang speelt. Ja, dat is geweldig. Ja. En leer je dan nog iets van? Dat je daar staat te kijken en denkt, potdorie. Ja. Dat was een toffe wisselwerking. Ja. Ja, langer moeten kunnen samenspelen of wat repeteren. Ja. En natuurlijk, ja, maar die heeft heel, ja, die heeft wel de métier en de... Ja. Maar dan vanmiddag zo, en die Willem Merkstuin, dat is wel lekker. Een rustige plek om te spelen voor, hè, dus deze muziek, veel Lille Banjo, wat je al zegt. Dat op de grote markt mag het wat meer power hebben en het drumstel natuurlijk erachteraan. Merkt je al wel van, ik betover hier vanmiddag wel een paar mensen. Het was veel volk, er werd veel gepraat van achter, zo, het was de grote tuin, maar de mensen die vooraan zaten en de kinderen ook. Kinderen vinden dat heel leuke muziek wat wij doen, dat is zo, ja, dat is vrolijk. Dat is niet altijd even vrolijk, maar dat is een beetje melancholisch. Ja, want voor de goede orde is het instrumentaal, hè? Je gaat er niet bij zingen. Hele mooie melodie gewoon. Ze deed ik trouwens aan een melding. Ik ben heel benieuwd, want hij heeft hem zo mooi vast. Dus is dit eigen composities of is dit... Er zat één eigen compositie op. En staat hier die perfecte noot ook op af? Ik hoop dat dat kan aan jou of iemand anders over, om dat te horen, dat weet ik niet. Daar streven we naar. Ja, die perfecte noot. Dat kan er niet uitleggen, dat is een gevoel. Ja. Wordt het een drukke zomer om nog meer die perfecte noot over te gaan brengen aan het publiek? Het mag drukker zijn. Het is niet zo... Ja, we hebben een aantal optredens, maar niet zo... We werken toe naar een tweede cd nu. Dat zijn de plannen. Ja. Wat we ook veel doen zijn huiskamerconcerten. Dat is mensen thuis perfect, gewoon akoestisch spelen, heel een team. En wat u daarnet zei van die muziek, mensen kennen die niet meer, maar als ze die muziek dan horen, iedereen is gecharmeerd, dat is wel zo. Dus komen die van, ja, ik heb dat nog nooit. Is het een idee, een soort werkvakantie, dat je even naar Honolulu vliegt of zo? Ja, met de juiste mecenas is alles mogelijk. Ja. Ik weet ook niet in hoeverre dat hij Hawaii zelf nog gespeeld heeft, die muziek. Wel meer de fingerpicking, maar de oude stijl, maar we willen ook niet de oude stijl gaan nadoen, we willen ons eigen ding ermee doen. Zo. We werken op nummers, we schrijven eigen nummers. Mm-hmm. Ja, het blijft een zoektocht, het is heel interessant. Maar die perfecte noot, Raf Gijs, in ieder geval dankjewel voor een kijkje in de keuken. Ben je nieuwsgierig, zoek ze dus eventjes op Le Guitare Magique en hoe dat er vanmiddag uitzag in de Merkstuin. Hey, dank jullie wel. Mag ik eens houden? Van de podia waar je eventjes een sfeerbeeld van had, daar was het vanmiddag goed toeven dus met Le Guitare Magique. Dus als iemand ze nog wel koud vinden dat ze richting Hawaii gaan, moet je ze even bellen. Gaan ze heel erg leuk vinden, denk ik. Als je al de hele tijd bij ons bent, dan zag je op een gegeven moment ook al straks dat er wat gedanst werd her en der in de straten van Breda voor Breda Jazz. Want bij menig band die lekkere boogie of swing speelt, dan weet je, het wordt druk vooraan. En dan niet met mensen die gewoon vooraan willen staan en dan de band op willen nemen. Nee, dat wordt druk vooraan en er wordt gedanst vooraan. Als je daar niks staat te doen, dan moet je echt een paar meter naar achteren. En dat dansen dat gedaan wordt, dat is het meest Lindy Hop. Maar ja, hoe leer je dat nou? Bijvoorbeeld via de Swing Shakers en die geven les daarin. En dat hebben ze vanmiddag ook gedaan hier zo op Breda Jazz. Dus Anouk en Elske, goedemiddag. Hi. Anouk, jullie dachten gewoon, de jeugd heeft de toekomst, dus we gaan jong beginnen. Wat heb je vandaag uitgesproken in de Avenue hier zo in Breda?
We hebben twee lessen gegeven voor kinderen. Eentje Lindy Hop, dus dat ze echt samen aan het dansen waren al. En een Jazz Steps, en dat is een beetje los, echt alles losgooien. Met de kids, hoe oud hebben jullie leeftijden gevraagd? Elske, heb je een idee hoe jong de jongste was van mij? Volgens mij was de jongste 2 en de oudste 11. Zoiets, ja. Dat is dus ook een heel diverse groep. Hebben jullie ooit eerder al wel eens zo'n, ik noem maar even bak met kikkers, voor dansles gehad? Ja. Geef het woord even aan Elske. Vertel, hoe werkt dat? Bij de Swing Shakers hebben we een klein clubje en daar geef ik wekelijks danslessen aan. En dat is vanaf 2,5. Ze zijn nu in de leeftijd tot 5 jaar. Ja. En hoe dat werkt, ze beginnen gewoon met bouncen. En dat kan iedereen, dat kunnen ze allemaal. Ja, even voor de goede orde, dat is gewoon... door je knieën en nog dieper door je knieën. Je knieën. Ik ga nu gewoon heel even stuk staan. Ja. Dan doen we dat even zo, jongens, even zo, dat we gewoon even... Doe maar mee, sta je niet zo alleen, hè? Zo de bouncen, pas op. Ja, ik hou vast. Bouncen is, de knieën moeten los, dames, dat is een stuk, hè? Door je knieën en nog verder door je knieën. Ja, dat kan een 2-jarige wel. Ja, dat gaat goed. En dus dan hoeven we nog geen maat te houden verder. Dat komt spelenderwijs. Kom, we gaan weer zitten ook. Ja. Dan gaan we gewoon weer terug zitten. Maar dat is bounce, dames en heren. Het begint met de bounce. Als je die al alles hebt, begint met de bounce. Dat is het belangrijkste. Ja. Niet statisch staan ook. Ja. Maar ik altijd maar denk, als ik een beetje kijk zo om me heen naar vrienden met kinderen van 2,5. Nou, dan ben ik blij dat het huis niet gesloopt is als die op visite zijn geweest. Dus hoe hou je dat in gereel, Elske, met dansles? Ben je heel streng of zo? Nee, gewoon bezighouden. Dat heb ik van Anouk geleerd. Ja. Ik moet gewoon, ik ga met de banaan. En input blijven geven. En dan gaan ze zo met je mee. Hoe lang duurt dat dan? Want voor volwassenen kun je wel een uurtje gas erop en dan iedereen uitwringen. We hebben nu 2 keer een half uur gedaan. Dus dan zijn ze ook wel een beetje op. Ja. Tenminste, de kleintjes. De grote kunnen nog wel wat langer door, maar ja. En dan denk je ook van, je weet dat nu nog niet zeker natuurlijk, maar misschien over 15 jaar of 20 jaar, dat je denkt, hé joh. Dan wil ik ze heel graag terug te zien. Is geplant op Breda Jazz. Ja. Was het een beetje druk ook? Was het wat je verwachtte qua opkomst? Het was super druk. Het was super druk. Heel de avenue stond vol met dansende kinderen. Echt. Moest je van tevoren inschrijven of was het gewoon... Het was gewoon binnenlopen. En in het begin was het al best wel druk toen wij aankwamen. En het bleef maar komen en het bleef maar komen. En iedereen deed mee. En we hadden ook met de jazz steps hadden we met hoedjes gedanst. Want bij jazz hebben natuurlijk een hele hoop mensen een hoedje op. Dus hebben we ze trucjes laten doen en op hun vinger en naar de andere vinger. Dus... Oh ja, ik snap wel dat een grote hit was natuurlijk. Dit was dus specifiek voor kinderen, hè? Maar jullie kunnen natuurlijk ook volwassenen. En dan bedoel ik echt van, 17 tot 93 als je wil, kun je gaan dansen ook. Je ziet er heel veel in Breda zelf. Is er voor jullie deze dagen ook nog wel een beetje tijd om lekker te lindy hoppen en te boogieën en zo? Ja, sowieso. Ja, het hele weekend door. Ja. We hebben ook al flink wat gedanst toen we terugliepen om onze spulletjes weg te brengen. Konden we het niet laten om af en toe her en der een dansje te doen. En hoe kijk je dan naar het programmaboekje dat je al denkt, die band moeten we doen, want die heeft het goede type muziek. En die moeten we zeker doen. Want we hebben een heleboel appgroepen. En daar wordt gewoon verzameld wat leuk is om te dansen. En dan kun je al kijken. Maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, ik loop gewoon en dan hoor ik, denk ja! En dan verandert het pad. Het is wel iets waarvan ik een idee heb dat het heel erg snel is opgekomen ook in Nederland. Dat Lindy hoppen ook. Denk je dat we nu op het hoogtepunt zitten? Of zeg je van, zeker kan niet. Nog meer bij? Nee, Anouk, zeker niet. Onze dansschool groeit ook nog steeds. Dus, ja. We zijn binnen een jaar van 1 dag in de week naar 3 dagen in de week gegaan. Dus... ik denk dat het nog wel goed. En blijven ze dan ook een beetje komen? Kan ook zijn ze doen één lesje al en dan je al denkt, die zien we niet meer. Of 1 seizoen en dan geloven ze het ook wel. Ja. Een beetje fanatiek wel? Vaak zeg maar degene die wat meer verlegen zijn, even om het stom te zeggen hoor. Maar die vallen vaak af, toch? Vind je niet? Of ze komen helemaal tot bloei. Ja, of ze komen helemaal tot bloei. Want heel het is heel sociaal dansen, hè? Als je altijd maar denkt vanuit foxtrot of ballroom dansen, dan is het vaak met dezelfde partner. Je gaat met je partner op dansles en je raakt de hele danslesroutine niemand anders meer aan. Ja. Lindy Hop helemaal niet. Want... Dan zeg je al iets, routine, dat doen wij bijna nooit. Nee, ik moet alles loslaten. Ja.
overgeven. Je leert wel dansen en je leert wel een figuur, maar het is nooit zo dat je dat figuur per se op dat moment moet doen en dan dat figuur. Nee, het is alles door elkaar. Ja. Wat je alles hoort is geïmproviseerd. Ja. En iedereen kan elkaar vragen en er kan ook heren, mijn heren, dames, mijn dames. Ja. Maakt allemaal niet uit. Ik kan zelfs nog tijdens een dansje kan je gewoon iemand stelen en dan heb je een nieuw danskoppel. Ja. Nou, kan. Probeer het gewoon eens een keertje. Als jullie nog de stad in gaan zo meteen, nog lekker dansen gewoon. Dat maakt niet uit hier zo op die kinderkopjes en zo. Dat danst ook gewoon. Nee, in principe wel. De goede schoenen aandoen. Dan wens ik jullie nog een heel mooi dansbaar jazzweekend. Het wordt warm, dus flesjes water mee. Maar daar herken je ook de Lindy Hoppers aan, dames en heren. Die hebben vaak heel veel water en extra t-shirts en handdoeken meegenomen. Want ze zweten heel erg veel. Maar dat is gewoon dat ze heel erg veel plezier hebben. Dankjewel Anouk en Elske. En hoe dat eruit zag als je dan echt denkt, nou, echt van die kleintjes, een beetje bouncen. Kan dat dan? Jawel hoor, in de Avenue vanmiddag. Een stukje Lindy Hop of Jazz Steps voor beginners. Dit zijn dus de Swing Shakers, onderdeel van het programma voor Breda Jazz 2019. En als je denkt, hier wil ik met mijn kind wel naartoe of dat zelf een beetje gaan leren, want het is echt hartstikke leuk. Check dan zeker ook eventjes hun website, want in Tilburg kun je dus bij ze gaan lessen. En wie weet word jij wel een echte pro als je dat wil. Dus überhaupt gewoon begin de dag met een dansje en daar word je echt vrolijker van. Of gewoon muziek maken, want dat doe jij al 40 jaar. Antoine Trommelen, welkom bij mij aan tafel. Goedenavond. Meer dan 40 jaar. Maar dit is jouw 40th. Meer dan 40 jaar, sorry. Zo mooi klinken. Jouw 40th Jazziversary. Hier zo op Breda Jazz. Titel, goed bedacht. Die heeft mijn dochter verzonnen. Ja. Van pop Jazziversary. Ik zeg, nou, dat vind ik een hele goeie. Ja, ja. En je jazzy verjaardag en die hier zo dan vieren, want je maakt al langer muziek, maar op de bühne, ja, dat is dus 40 jaar geleden. Ja. Heb je nog foto's ervan, van hoe dat Antoineke er toen uitzag? Hoe Antoineke eruit zag, met zo'n vlasnoggetje, weet je wel. Oh. En nog een hoop haar. Ja, maar dat is allemaal verleden tijd inmiddels. Ja. Maar verder, qua inzet, is er niks veranderd. Nee, ben je er al echt ieder jaar bij geweest, dus sinds die 1979? Ja. Ja, in Breda wel. Ja, ja. Absoluut, ja. En dan superveel spelen, dan hier je Jazziversary vieren ook. Nou, vanmiddag in ieder geval nog gespeeld met de Surprise Band. Ik heb twee keer gespeeld vanmiddag. Ja, ik heb gehaast om hier te zijn. Ja, ze hebben het allemaal weggepoeterd, maar het is helemaal anders zou het zweet op jouw rug hebben gestaan. Ja. Ja, maar dat is wat je het liefste doet natuurlijk, gewoon lekker veel spelen. Ja, denk dat is het gewoon. Ja. Ja, Breda is gewoon voor mij als 16-jarig jongetje op de fiets ging ik eerst, weet je wel, naar Breda. En toen was ik 18 en toen mocht ik hier spelen. Nou, dan zijn we 40 jaar verder. Ja. En ik speel nog steeds. Dan bijvoorbeeld hè, zo'n surprise band, hè? Want dat is vast onderdeel. Daar worden allemaal verschillende mensen voor gevraagd die allemaal iets anders spelen. Waarvan Breda Jazz zegt, dit is een goed visitekaartje. Dat vinden wij ontzettend mooi dat die er zijn. Jij leidt dat bijvoorbeeld, hè? Ook een aantal keer. Ja, ja die bands leiden. Ja, soms mag ik dat leiden. Ja. Maar ik zit ook in de programmaraad. Mm-hmm. Dus ik kies wel mensen mee uit. Met een geweldige groep muzikanten ook. Maar ik kende er drie ken ik alleen maar van YouTube, weet je wel. Ja. En dan sta je op het toneel en dan moet je toch even kijken van hoe heet ze ook alweer. Oh ja, die komt uit Denemarken, ja. Weet je wel, die komt uit Australië. En dan hoor je die rhythmsectie achter je en die bounced zo goed. En ik van ja, we hebben toch een goede keuze gemaakt, weet je wel. En dan word je helemaal blij. Ja, want je gaat het podium op en dan is het pas voor het eerst. Ik heb vanmiddag echt, ik ken natuurlijk een hoop muzikanten inmiddels, na 40 jaar. Maar drie ken ik, vier ken ik er niet van. En dan doe je even dit en ze snappen precies wat je wilt. Want wat betekent dit dan? Ja, maar je kunt af en toe iets doen van
Bijvoorbeeld, hè, als je een liedje hebt, sommige liedjes hebben een riff, een riffje. Steeds wat, lekker gitaarlikje of... En dan doe ik zo van, second riff betekent dat. Oké. Okay. En dan weet iedereen wat je bedoelt. Dus je doet zo en dan zie je al die muzikanten van... Got it, man. En dat gebeurt dan, hè? Ja. En heb je nooit met elkaar gespeeld. Ja. Je hebt nooit gerepeteerd. En dan zie je die grote markt Zuid, zie je zo helemaal... En denk van, ja, man, ja. Dit is toch het mooiste vak van de wereld, hè? Niks serieus. Ja, dan gaat er gewoon zo'n vlindertje in jouw buik. En je denkt, nou, 40 jaar nog steeds. Dat het gewoon werkt. En jonge gasten erbij. Chris Volp, die is half in de 20. Een drummer van begin 30. En ik doe zo en die weet het precies. En denk van, man, dat is toch... Maar dat is dus de universele taal van muziek. Dat is het, weet je wel. En die kent geen grenzen, geen leeftijd. Die kent geen grenzen, geen leeftijd. Ik speel natuurlijk al heel... Ik mag al heel lang in Japan ook spelen. En ik zal nooit vergeten, de eerste keer dat ik in Japan speelde... Japanners zijn niet zo goed in het Nederlands, hè? Nou, nee, Engels ook niet, kan ook je niet vertellen. Engels, dat wil ik zeggen. Ja. En ik dacht dat hij zei D-flat, maar hij zei B-flat. Oh, ja. Dus ik begin met een noot helemaal in des en heel die band begint in bes. Nou, dan weet je precies hoe het staat. Dus de volgende keer wacht je die eerste noot even af. Ja. En dan denk je van, oké, ik moet even laten invallen, want dan hoor ik het wel, weet je wel. Dus jazz, dat kan na de tel, dat is geen enkel probleem. Dat is het voordeel, ja. Uitkijken natuurlijk ook naar zaterdag, want dan is die jazziversary, fantastisch woord, in de Avenue. Dat wordt echt jouw avond. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat weet ik dus ook nog niet, weet je wel. Gaat ze jou verrassen dan? Nee, ik heb het allemaal wel een beetje under control, voor zover dat kan, hè, als muzikant. Ik weet welke muzikanten er zijn en ik heb een programma samengesteld wat aanvangt met hoe ik begonnen ben, met sousafoon, banjo, met 4 man, trombone en ik. En dan ga je uitbouwen naar een swingband van 12 man. Jazz at the Philharmonic. Aan het einde heb ik gewoon 4 rietblazers. Dan wordt het gewoon... Ik hoop dat er ook nog een stukje taart geregeld wordt en een confettikanon. En heel veel plezier, je bent überhaupt alle dagen in touw. Maar het komt helemaal goed. Check zeker ook dus die Jazziversary, de Avenue, want dat wordt iets eenmaligs en heel bijzonders. Dat wordt mijn feestje. Antoine, jouw feestje, geniet ervan en je doet het van het najaar ook nog lekker over in jouw Oosterhout. Ja, dat daar klopt. Ook nog. Dus houd hem in de gaten, want dan gaat hij de bussel ook nog een keer op zijn kop zetten. Ja. Maar time flies when you're having fun en zeker wanneer je goede muziek hebt ook. We hebben je wat laten zien van dag nummer 1 van Breda Jazz 2019 en hij zit er bijna op. Dankjewel voor het kijken. Heel erg graag tot morgen. Breda Nu en Omroep Brabant zenden het dan gewoon weer uit vanuit de tussentijd. Voormalig Breda's Museum, met dank aan Goedzooi waar we neer mogen strijken. En ik heb beloofd dat ze nog 1 liedje mogen spelen. Zaterdag staan ze op Kerkplein, maar nu staan ze hier zo al semi-akoestisch tot onze beschikking. Nog 1 keer, tot besluit, Colonel Jetski. Outaway! When the morning comes around and you're not by my side, there ain't nothing that can make me smile. When the fight is finally over, I left the pieces down on the floor. You don't wanna take no more. That's the day that I will pray and raise my hand up high, like the water from a well. I'm in need of a friend, take me as I am. Somebody say, if you wipe out your emotions, you can sail across the globe on each and every ocean.
That's the day that I will pray. Well, I raise my hand up high, like the water from a well. I'm in need of a friend, take me as I am. That I will pray, but I'll raise my hand up high, like the water from a well. I'm in need of a friend, take me as I am. Oh, take me as I am. Oh, Breda Nu.